12 sterren waken over donker Europa met hun zwakke licht. 12 sterren waken over donker Europa met hun zwakke licht. Welkom bij deze avond van Radboud Reflects in samenwerking met de faculteit der managementwetenschappen en de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Zojuist hoorde u een van de winnende haikus van de haiku-wedstrijd die we hebben uitgeschreven bij dit programma. We zijn heel trots op dat we vanavond oud-president van de Europese Raad, de heer Herman van Rompuy, als onze gast hebben. En deze haiku-wedstrijd is een eerbetoon aan hem. Omdat hij zelf naast een begenadigde politicus ook een liefhebber en schrijver is van haikus. U kunt er enkele daarvan ook op Wikipedia nog vinden, heb ik begrepen. Herman van Rompuy is politicus, oud-premier van België, voormalig voorzitter van de Europese Raad van 2009 tot 2014. Schreef onder andere boeken over politiek, cultuur en de toekomst van Europa. En ook dagboekaantekeningen zijn onlangs van hem gepubliceerd. Europa is misschien nog nooit zo belangrijk geweest als nu. De oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, vluchtelingenstromen, de levenskostencrisis, de dreigende klimaatcatastrofe, uittredende lidstaten en het afglijden van de democratie. Staan we? Het is een gevaarlijke cocktail, deze combinatie van crises. En die kan mogelijk de stabiliteit van of in Europa ondergraven. Staan we aan de vooravond van het einde van de Europese Unie of bieden deze crises ook kansen om richting een sterker en socialer Europa te bewegen? En hoe zou zo'n solidair of sociaal Europa er dan uit moeten zien? Hierover gaan wij vanavond met de heer Van Rompuy heel graag in gesprek. Na een kort openingswoord van onze rector magnificus, de heer Han van Krieken, wordt het woord gegeven aan de heer Van Rompuy. Die zal een lezing geven. En daarna gaat hij in gesprek met politicoloog Indra Rumgens. Ik zal ze straks nog een keer aan u voorstellen. Jurist Chris van der Pas en de historicus Joost Roosendaal. Mijn naam is Gaat Kets. Ik ben politicoloog en historicus aan de Radboud Universiteit. En ik zal vanavond proberen om het gesprek tussen onze drie academici en de heer Van Rompuy in enigszins goede banen te leiden. Na ons gesprek zal er ook nog ruimte zijn voor vragen van u. U bent met heel veel, dus we zullen ongetwijfeld niet alle vragen kunnen behandelen. Maar er zullen straks in ieder geval 20 minuten microfoons rondgaan. Ik wens u een hele fijne avond en dan geef ik nu het woord graag aan de heer Van Krieken. Dankjewel en inderdaad namens de Radboud Universiteit van harte welkom op deze ongetwijfeld boeiende en interessante avond. Fijn ook om zoveel mensen, zo'n diversiteit te zien in leeftijd en in discipline. Want ik heb mensen van allerlei verschillende faculteiten van onze universiteit gezien. En dat is ook iets wat wij als universiteit heel belangrijk vinden. Fijn dat u hier gekomen bent in Nijmegen. De oudste stad van Nederland vinden wij in Nijmegen. Net als de mensen dat in Maastricht vinden van hun stad. Maar wij hebben gelijk. En we staan hier eigenlijk op... Nijmegen heeft altijd in Europa gelegen. Dat is al heel lang een Europese stad. Maar ook wel aan grenzen van verschillende rijken. We staan eigenlijk aan de grens van het Romeinse Rijk. De Limes loopt hier, de rivier de Waal. Die toen nog net wat anders liep, maar is daar een voorbeeld van. Maar we hebben heel veel verschillende onderdelen gehad. Ook een belangrijk regeringscentrum tijdens Karel de Grote was hier in Nijmegen gevestigd. De eerste vrede die er ooit was, ik ben geen historicus, maar volgens mij was het 1678, 79 ergens in die tijd. Binnenkort dus iets te vieren. De eerste vrede na een hele lange oorlog die door onderhandelingen tot stand is gekomen. De vrede van Nijmegen, die we regelmatig herdenken. Over zijn vrede die maar kort stand heeft gehouden, helaas. Maar ook de grens van het bevrijde Nederland tijdens de hongerwinter lag hier de rivier de Waal. Dus een plek waar helaas niet heel veel meer van die geschiedenis te zien is. Je moet het weten om het te zien. Maar ik begreep dat u morgen daar wat kansen voor hebt. En dat is Nijmegen zeker ook. Als Radboud Universiteit hebben wij als missie dat we er willen streven naar een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En dat doen we door jonge mensen op te leiden tot gewetensvolle, betrokken burgers. Een woord wat we een belangrijk woord vinden. Door ons onderzoek, door ons onderwijs. En daar is Europa heel erg belangrijk voor. We hoorden net een aantal crises, maar Europa biedt ook veel
mogelijkheden, kansen. Vandaag hoorden we weer dat we een mooie beurs hebben gekregen om een film van de rand van het Zwarte Gat te maken. Een van de grootste beurzen die Europa uitdeelt. En wij zijn daar bijzonder blij mee als Radboud Universiteit, omdat Europa meer dan Nederland echt fundamenteel onderzoek financiert. Fundamenteel onderzoek die de grenzen van ons weten, van ons kennis wil verleggen. Zonder dat we misschien weten dat we er ooit wat echt aan zullen hebben. En daar bedoelen we in Nederland mee geld aan verdienen. En dat is echt anders dan hoe de Nederlandse overheid onderzoek financiert. Dus Europa is voor ons daarin ongelooflijk belangrijk, maar ook op een andere manier nog. Een initiatief van president Macron in 2018 heeft in 2019 al geleid dat alle regeringsleiders in Europa het steunen om Europese universiteiten op te richten. Maar een heruitvinding van de universiteit is het idee. Als tegenhanger van de grote rijke universiteiten in de Verenigde Staten en toen nog ook in Engeland, dat is een beetje aan het voorbijgaan. Maar die Europese universiteiten verbinden een aantal universiteiten, de Radboud Universiteit is er de een van, zodanig met elkaar dat onze studenten echt weer op meerdere plaatsen gaan studeren. Zoals Erasmus dat al jaren geleden deed. Die studeerde aan verschillende universiteiten in Nederland, in België, in Engeland en in Basel. Dat doen onze studenten op dit moment helaas minder. Veel gaan wel een keer naar het buitenland, maar naar één universiteit. En we hopen dat binnen 5 jaar het heel gewoon wordt om aan 4, 5 universiteiten te studeren. En dat is dankzij Europa en de mooie kansen die dat biedt. Deze avond gaat ook over de crisis die er zijn en de rol van Europa. Maar ik wou toch beginnen met de mooie kansen die Europa ons allemaal biedt. En zeker de Radboud Universiteit. Ik kijk uit naar een mooie avond. En ik geef bij deze graag het woord aan u, meneer Van Rompuy. Ik ben een papierloos man. In Frans klinkt dat beter, aan sans papier, maar dat wil van alles zeggen. Meneer de rector, professoren, studenten, dames en heren. Het is de allereerste keer in 75 jaar dat ik in Nijmegen ben. En het woord 75 is hier niet toevallig gekozen. De volgende keer zal niet binnen 75 jaar zijn, dat beloof ik u. Ik ben gevraagd om te spreken over Europa, maar ik zal spreken over een bepaalde invalshoek, want wij hebben een thema vanavond. Hè. Europa solitair of solidair? Het is maar 1 letter of 2 letters verschil, maar eigenlijk is het een wereld van verschil. En daar gaan we het vanavond over hebben, niet over een aantal problemen waar ik het heel graag zou over hebben. Dat kunnen we dan bij de vragen doen achteraf. Maar nu ga ik mijn inleiding focussen eigenlijk op dat thema dat gekozen is voor vanavond. Ik heb een tekst voorbereid. Ik ga daar mij zo strikt mogelijk aan houden. Ik beloof dat het niet erg saai zal zijn, maar zo strikt mogelijk aan, anders gaan wij in tijdsnood geraken met de rest van het programma. Dus dames en heren, de Europese Unie is gebouwd op samenhorigheid na de eeuwenlange vijandschappen. Als het gaat over solidair, en ja, dan is dat een ruim begrip. Dan gaat het niet alleen over, ik ga het zelfs zeggen, over inkomenstransfers. Dan gaat het ook over, wat doen we samen? Wel, Europa is gebouwd, de Europese Unie, op samenhorigheid na eeuwenlange vijandschappen en oorlogen. En samen is voor de Unie een kernwoord. Het was het omgekeerde liever in het verleden. En ik verwijs daar dus naar de zoveel oorlogen die we hebben gekend. Het is ook geen clubje, de Europese Unie, van landen die meer handel met elkaar willen drijven. De markt was eigenlijk een middel om landen van elkaar afhankelijk te maken. Het idee van de stichters van de Europese Unie was, we gaan een markt creëren waar dat dan iedereen met elkaar handel drijft, zodat men van elkaar afhankelijk is en door afhankelijk te zijn is eigenlijk de prijs voor oorlog ontzettend groot geworden. Degene die oorlog voert, die verarmt zichzelf, want die legt de handel stil. Dus met andere woorden, de markt was geen doel, geld was geen doel. Het was eigenlijk een middel om te komen tot vrede, om te komen tot samenhorigheid.
Men heeft dat trachten van toepassing te brengen buiten de Europese Unie. Onze Duitse vrienden noemden dat wandel durch handel. En ze dachten dat zij president Poetin daarmee konden verleiden. Wij weten wat daarvan terecht is gekomen. Wat van kracht was of wat dat geldig was binnen de Europese Unie, die transformatie door met elkaar handel te voeren, blijkbaar op het globale niveau, op het mondiale niveau, werkt dat niet of niet in de mate dat men verhoopt had. Het gaat in de Europese Unie, en dat klinkt een beetje romantisch, het gaat en het ging om een common destiny, om eigenlijk een gezamenlijke lotsbestemming. We zitten in dezelfde boot. En dat project, dat idee, dat was ook zo aantrekkelijk dat ook andere Europese landen daar lid willen van worden. We zijn met 6 vertrokken, we waren met 28, nu zijn we met 27, maar we hebben eigenlijk een wachtzaal vol met landen die lid willen worden van de Europese Unie. In die zin is de EU, afgaande naar het aantal kandidaten die we nog altijd hebben, afgaande daarop is de EU nog altijd een sexy gedachte. Ik durf het bijna in Nederland niet uitspreken. Het succes, het inhoudelijk succes, brengt ook mee dat de Unie zich verdiepte. Het is niet alleen een zaak van meer met meer te zijn. Het is ook een grote transformatie die men inhoudelijk heeft tot stand gebracht. Naast een gemeenschappelijke markt, ik leg de nadruk op het woord gemeenschap, naast een gemeenschappelijke markt wou men ook een gemeenschappelijke munt. En dat verbond nog meer. Economisch gesproken was het ook logisch. Als je het vrij verkeer van goederen, van diensten, van kapitalen, van mensen hebt, wel, zeker als het gaat over goederen en diensten, dat wordt gehinderd doordat men verschillende munten nog altijd had voor de lancering van de euro. Dus bij een gemeenschappelijke markt hoort eigenlijk een gemeenschappelijke munt. Er is ook een samenwerking gekomen op domeinen die voorbij de economie gaan, zoals het klimaat, zoals het buitenlands beleid, zoals veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek, nu steeds meer. Ook onderwijs, de rector heeft er allusie op gemaakt. Het gaat ook over visa enzovoort. Het woord EU, Europese Unie, verving de oude naam, de meesten onder u kennen die niet eens meer, de EEG, de Europese Economische Gemeenschap. Dat alles is geen toeval, die uitbreiding en die verdieping van de Unie, die is gewild en die is eensgezind beslist. Tijdens de crisis van de eurozone, daar gaan we het zelfs nog meer over hebben, stonden wij weer voor het koppel van verantwoordelijkheid en van solidariteit. Wat doen de lidstaten zelf, wat moeten ze zelf doen om het geheel in stand te houden? Hier in het geval wat nodig is om een gemeenschappelijke munt te houden. En welke solidariteit onder de lidstaten is er nodig om daar ook op een andere manier een succes van te maken? Hebben we dat gezien? De landen onder wat we noemen onder programma, under program. Griekenland, Ierland, Portugal en soms zelfs voor een deel Spanje. Die moesten drastisch hervormen. En in ruil kregen ze leningen van de andere landen. En die leningen, dat was eigenlijk een vorm van solidariteit. Het eerste, ze moesten eigenlijk hun huis op orde stellen. Die maatregelen werden voorgesteld door een trio van instellingen, de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank. Maar feitelijk waren de financiële markten die dat opdrongen. De financiële markten geloofden niet meer. Niet alleen meer in de toekomst van die individuele landen die in problemen raakten, maar ze geloofden niet meer in de toekomst van de eurozone zelf. En dat was natuurlijk een hele moeilijke zaak. En te lang heeft men eigenlijk gefocust om op orde te stellen die landen, Griekenland, Ierland en Portugal voornamelijk. En te weinig heeft men eraan gedacht dat de eurozone zelf eigenlijk moest versterkt en verdiept worden, wilden zij geloofwaardig zijn voor diezelfde financiële markten. Die financiële markten zelf, we gaan daar niet te diep op in, die reageerden op een ongelooflijk irrationele wijze. Bij momenten was het vertrouwen in de eurozone soms minder dan in sommige Afrikaanse landen. Gans dat debat, dat ook in Nederland is gevoerd,
tussen in de crisis van de eurozone, gans dat debat heeft de kloof tussen het noorden van Europa en het zuiden van Europa heel sterk verdiept, helaas. Bij de discussies over het herstelprogramma tijdens COVID in 2020 heeft men daar de lessen uitgetrokken. En zeker Duitsland. Duitsland, samen met andere landen, heeft eigenlijk mede ervoor gezorgd, en dat is geen verwijt, ik weet hoe moeilijk dat allemaal is, dat die crisis van de eurozone 2,5 jaar heeft geduurd. Bij de COVID-crisis trok men al de conclusies na 2,5 maand. Ik heb het niet over het gezondheidsaspect, dat waren voornamelijk nationale bevoegdheden, maar dan ging het over hoe krijgen we die economie opnieuw op gang. Dus men trok daar al snel de conclusies uit die lange, lange eurozone-crisis, waar de spanningen binnen de eurozone tussen Noord en Zuid hoog waren opgelopen. Als we spreken over solidariteit, dan gaat het dus ook over samenhorigheid op tal van domeinen. Dus solidariteit is, zoals ik daarnet zei, is meer dan alleen maar geld, is alleen meer dan alleen maar inkomenstransfers. Maar nu, zover het daarover gaat, wel, is dat ook niet onlogisch. We hebben in de Europese Unie enorme sommen vrijgemaakt, sedert eigenlijk het begin van de Unie, om landen die minder goed presteren dan het gemiddelde, om die te helpen om eigenlijk de achterstand goed te maken. Eigenlijk zijn het niet landen, zijn het dikwijls regio's, dus delen van landen die het niet zo goed hebben. En hoe krijgen we die eigenlijk mee in de vaart van de volkeren? En dat was logisch in die zin, als je één markt creëert, dan creëert je eigenlijk bijna noodzakelijk ongelijkheden. Als je één markt creëert, dan zijn het eigenlijk de sterkeren die nog sterker worden en de zwakkeren die nog zwakker worden. Omdat het natuurlijk interessant is van te gaan naar die streken waar het goed gaat. Niet alleen mensen, maar ook investeringen. Dat noemt men de wet van de cumulatieve verrijking en de cumulatieve armoede. Die komt helemaal niet van Karl Marx, die komt van bekende, zelfs meer liberale economen. En dus als je de markt creëert, en dat deden we in de Europese Unie, dan moet je ook eigenlijk solidair zijn. Omdat er in de markt ongelijkheden zijn en we moeten ervoor waken dat er zo min mogelijk ongelijkheden zijn. Dat is de achterliggende regering, redenering liever, bij dat alles. En in sommige landen doet men dat ook, of in de meeste landen doet men dat ook intern, in elk van onze landen. We hebben ook in elk van onze landen de sociale welvaartsstaat gecreëerd. Het fameuze Rijnland-model, waar dat België, Nederland, Duitsland, Italië eigenlijk hele goede voorbeelden van zijn. Het is ook toen dat we de Europese Unie verruimd hebben, in 2004 en 2007, met de vroegere communistische landen. We hebben daar straks met de rector nog over gehad, voor mijn generatie was dat eigenlijk ondenkbaar. Het communisme was daar voor eeuwig. En ineens is er geen Sovjet-Unie meer. Is er nog Rusland, die 100 miljoen mensen verloor. Bij al de turbulenties die hebben plaatsgehad na de val van de Berlijnse muur. En al die landen die onder Sovjet-bezetting, want dat was het eigenlijk waren, die wouden aansluiten bij de Europese Unie. Er zijn zelfs de drie Baltische staten die deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, die lid zijn geworden van de Europese Unie. Dat is een onwaarschijnlijke ontwikkeling die we hebben meegemaakt. Maar die landen waren natuurlijk door 50 jaar communisme verarmd. En wij hebben die geholpen en we helpen die nog altijd om eigenlijk ons niveau van welvaart te hebben. En daar, die vooruitgang is spectaculair geweest. Zeker voor een groot aantal van die landen. Om je een idee te geven, Polen dat behoorde tot de Europese Unie en Oekraïne dat niet behoorde tot de Europese Unie, dat eigenlijk onafhankelijk werd, maar eigenlijk nog heel sterk afhankelijk van Rusland bleef. Wel, voor de 24 februari van dit jaar was de welvaart per hoofd van de bevolking in Polen 4 tot 5 keer hoger dan in Oekraïne. Wat is het verschil tussen Polen en Oekraïne? De ene zijn lid van de Unie, de andere zijn het niet. En dat is niet alleen een zaak van inkomenstransfers, van solidariteit die wij met Polen hebben op gang gebracht,
onder meest diverse vormen, infrastructuur, maar ook onder heel wat andere gedaanten. Wel, maar Polen had ook toegang tot die grote markt, de grootste single market van de wereld, de Europese Unie. En ze hebben van beiden geprofiteerd in de goede betekenis van het woord. En dat is eigenlijk ook een resultaat van die politiek die wij hebben gevoerd van we creëren een markt, maar we zorgen ervoor dat iedereen zo goed mogelijk kan volgen. En dat doen de lidstaten binnen hun land en dat doet de Europese Unie tussen de landen. In de COVID-crisis hebben we datzelfde gedaan. In de COVID-crisis waren sommige landen harder getroffen dan andere. Denk aan Italië, langs waar de pandemie de Europese Unie voor het eerst is binnengetrokken, komende van China. En dan heeft de Europese Unie een programma gelanceerd om deze landen meer dan anderen te helpen met giften, niet alleen met goedkope leningen. De Unie heeft daaraan voorwaarden gekoppeld, met name dat het vooral moest geïnvesteerd zijn in toekomstgerichte sectoren. Die hulp die we aan die landen, maar eigenlijk aan alle landen hebben gegeven, moest voor 60% geïnvesteerd worden in het klimaat en in de digitale overgang. Het is eigenlijk niet meer de programma's van vroeger om uw economie te relanceren van wegen, autowegen, havens en whatever. Nee, het moest toekomstgericht zijn. En die beslissing is in 2020 genomen, zoals ik daarnet zei, 2 maanden na het uitbreken van de pandemie. En we hebben hetzelfde eigenlijk gedaan ook naar een aantal landen toe als het ging over mensen die werkloos waren gevallen door de pandemie. En we hebben het programma opgezet SURE, Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency, 100 miljard euro van leningen aan lidstaten. Altijd die idee van solidariteit. De ene hebben meer mogelijkheden dan de andere. Iedereen moet natuurlijk zijn huis op orde hebben, maar de ene zijn meer getroffen, in dit geval door de COVID, dan door anderen. En dus de anderen springen bij, opdat iedereen deel uitmaakt van diezelfde boot. Want in het algemeen, we zitten in dezelfde storm, maar niet noodzakelijk altijd in dezelfde boot. Solidariteit hoeft ook niet alleen aan geld gebonden te zijn. Italië, Griekenland, Malta en Cyprus die dragen buiten verhouding de last van de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Waarom? Door hun geografische ligging. Doordat zij in de Middellandse Zee gelegen zijn en veel vatbaarder zijn voor mensen die de oversteek met verachting voor hun eigen leven soms wagen. En dus, gans de vraag is dan, we gaan daar zelfs op terugkomen, hoe solidair moeten wij zijn met die landen die omwille van hun geografische ligging eigenlijk de meeste mensen opvangen van degenen die komen van Afrika of van het nabije Oosten. Er is hier ook een aspect van verantwoordelijkheid. Hoe goed moeten wij onze grenzen bewaken? Hoe sterk moet eigenlijk soms heeft men dat gezegd, de Fortress Europe, de burcht Europa zijn. En welke inbreng moeten de lidstaten daarvoor doen? Nog eens, in de Middellandse Zee is dat moeilijker dan wanneer men landsgrenzen heeft. En langs de andere kant, hoe solidair moeten de andere landen zijn met degene die door omstandigheden veel mensen moeten opvangen. En het feit dat Italië eigenlijk die solidariteit niet heeft ervaren, heeft meegebracht dat nu al voor de tweede keer er een absolute meerderheid is in het Italiaanse parlement van populistische partijen die heel sterk gefocust zijn op migratie. Dat is geen toeval. Italië was bijna het meest pro-Europese land van gans de Unie gedurende decennia. Dat is het nu niet meer, omwille van eigenlijk dat gevoel van in de steek gelaten te zijn en nog altijd in de steek worden gelaten in zaken migratie. In zaken klimaat zijn er ook verschillen tussen landen en zijn er verschillen natuurlijk binnen de lidstaten. De doelstellingen in zaken uitstoot houden rekening met de mogelijkheden van elk land zonder het gemeenschappelijk doel in gevaar te brengen. In 2030, om u maar één doelstelling te geven, moeten wij -55%, Frans Timmermans zegt nu, -57% uitstoot hebben in vergelijking met het jaar 1990.
Ondertussen groeit de economie, althans in het grootste deel van gans die periode, zodanig dat men echte ontkoppeling heeft tussen de uitstoot van broeikasgassen en de economische groei, wat ook tot voor een aantal jaren door velen onmogelijk werd geacht, of niet mogelijk werd geacht in de mate dat we het al gerealiseerd hebben. Tussen 1990 en 2020 is de uitstoot verminderd met iets meer dan 20% en de economie gegroeid met 60%. Dus om u te zeggen dat er ook een aantal dingen al gerealiseerd zijn, soms too little, soms too late, maar in elk geval, de ambities van de Europese Unie zijn op dat vlak groot, maar niet ieder land kan die doelstellingen halen. Vandaar dat men eigenlijk rekening houdt met elk land, solidariteit, zonder dat dat het uiteindelijke doel voor gans de Unie in gevaar mag brengen. In een aantal landen worden sommige bevolkingsgroepen ook sterker dan andere getroffen door klimaatpolitiek, dan niet alleen door klimaatrampen, maar door ook klimaatpolitiek. Ook daar zijn er mechanismen uitgedacht van directe inkomenssteun of hulp bij investeringen in isolatie en zo meer, in zonnepanelen, naar die bevolkingsgroepen toe die dat minder goed kunnen betalen. In de digitale revolutie, daar is minst van al ontwikkeld, maar de neiging is daar, of de tendens is daar, dat er een kloof kan ontstaan tussen de digitale haves en de digitale have-nots. Daar hebben de lidstaten veel verantwoordelijkheid in, maar ook de Europese Unie is op dat vlak bezig. En deel van het succes van het populisme komt trouwens voort uit die ongelijkheden. Ik heb u al in een aantal domeinen genoemd waar dat die zich kunnen voordoen. Dat geeft aanleiding tot maatschappelijke spanningen, dat geeft ook aanleiding tot mondiale spanningen. Er wordt naar schuldigen gezocht, liefst buiten de eigen sociale groep of buiten de eigen stam, de eigen tribe, of buiten het eigen land. De Europese Unie is zo'n schuldige, China is zo'n schuldige, you name it. De groeiende individualisering van de samenleving maakt solidariteit soms moeilijk. Ik spreek dan voornamelijk over de verplichte solidariteit, die eigenlijk geen enkele ethische verdiensten heeft, iets waar je dat je verplicht moet doen. Als je belastingen betaalt, ben je ook solidair, maar het is een verplichte solidariteit. Het is niet omdat je dat graag doet, dus het ethisch gehalte is niet groot. Maar in elk geval, men kan niet zonder ook dat deel van verplichte solidariteit. Dat betekent niet dat de vrijwillige solidariteit verdwenen is in een samenleving die zich steeds meer individualiseert. Maar er zijn heel veel voorbeelden te geven, gelukkig nog maar, van heel veel vrijwillige solidariteit. Die individualisering heeft ook een vertaling op een breder vlak, onder de vorm van allerhande fobieën, de meest gekende is islamofobie, nationalisme en verschillende vormen, anti-EU, anti-globalisering en zo meer. De diepere reden van deze individualisering die vallen buiten het bestek van dit korte betoog en misschien zelfs buiten het bestek van vanavond, maar het is de moeite waard om daar verder dieper op in te gaan, maar dan bij een andere gelegenheid. Hoewel we terzelfde tijd beslissen, ondanks alles, ondanks het feit dat er een soort van terugplooien is op zichzelf, hebben heel veel mensen het gevoel dat de grote problemen van onze tijd, dat wij die niet alleen meer als individuele landen aankunnen. En onze vrienden langs de andere kant van de Noordzee, na de Brexit, die weten hoe juist deze visie is. Al de problemen die zij nu hebben, zijn mede in de hand gewerkt door het feit dat zij de Europese Unie holder de bolder met een heel nauwe marge hebben verlaten. Ik zal niet zeggen dat er vele heimwee hebben, dat is het helemaal anders. Daarvoor zit de rancune bij sommigen te diep. Maar in elk geval is het zo dat het besef dat men, als men alleen de grote problemen van deze tijd moet aangaan als natiestaat, dat dat niet meer lukt. Dat betekent niet dat er niet meer bescherming nodig is tegen blinde globalisering en internationalisering. We moeten ons daartegen beschermen en daarom heeft de Europese Unie voornamelijk nu gewerkt, of werken we nu met het concept strategische autonomie. Wij zijn op een aantal domeinen te afhankelijk geworden
Het afhankelijk niet alleen van Rusland, het afhankelijk van China, het afhankelijk geworden van een aantal Aziatische landen, denk aan batterijen. We zijn afhankelijk geworden van grote digitale Amerikaanse bedrijven. In de Trump-periode dreigden we van afhankelijk te worden van de grillen van de Amerikaanse president. En dus het gevoel van, ook in Europa, van op een aantal domeinen moeten wij niet of niet meer of veel minder afhankelijk zijn van andere grote spelers op wereldvlak. En dus dat idee is ook heel levendig aanwezig, dat idee van strategische autonomie. Er zijn grenzen aan uw afhankelijkheid. Wij willen ons inschakelen in de globale economie, maar niet op een punt waarop het zich tegen ons zou keren. Voilà, solidariteit buiten de eigen kring, die vergt natuurlijk altijd een inspanning. Solidariteit met uw volksgenoten, met uw eigen familie, met uw eigen gezin, niks is makkelijker dan dat, niks is natuurlijker dan dat. Vanaf het ogenblik dat je solidair moet zijn met mensen die vreemd van u zijn, dan begint eigenlijk de ethiek. Want dat vraagt eigenlijk een inspanning. De EU is gebouwd als een gemeenschappelijk project waar dat verantwoordelijkheid en solidariteit onmisbaar zijn. En het evenwicht tussen beide is een blijvende, constante oefening. En ik denk dat we aan de hand van het gesprek dat we zullen hebben een drietal van mensen van de universiteit, dat we aan de hand van dat gesprek zullen goed kunnen aantonen hoe moeilijk het is en hoe dat men telkens naar evenwichten moet zoeken tussen waar je eigenlijk zelf verantwoordelijk voor bent en waar het nodig is dat je solidair bent met anderen. Niet alleen degene uit eigen kring, maar degene die buiten uw eigen kring komen. Voilà, dat was de korte inleiding die ik voor u had voorbereid. Dank u wel. Het water? Ja, een beetje. Heel mooi. Heel veel dank, meneer Van Rompuy, voor dit verhaal. Ook dankzij de woorden van de heer Van Krieken moet ik misschien mijn sombere openingspraatje ietsje bijstellen. Ik denk dat crisis en solidariteit vaak op gespannen voet met elkaar lijken te staan, maar ik heb nu ook ingezien dat veel crisis ook tot solidariteit kan leiden. Denk aan de coronapandemie, waarin op verschillende manieren en op verschillende niveaus solidariteit is getoond. Ik denk hier aan Nijmegen, waar met veel solidariteit, denk ik, Afghaanse en Syrische vluchtelingen en recent ook Oekraïnse vluchtelingen zijn opgevangen. Denk ook aan de internationale hulp voor Oekraïne, wat denk ik ook een toonbeeld is van solidariteit in tijden van crisis. Omdat het veel over die economische dimensie is gegaan, wil ik eigenlijk beginnen met een vraag aan Indra Rumgens, politicoloog. Indra, jij doet onderzoek naar wat de heer Van Rompuy zojuist verplichte solidariteit noemt, het Europese belastingbeleid. En mijn eerste vraag is eigenlijk of je in je onderzoek naar dat Europese belastingbeleid, of de discussies daarover, of je in die debatten veel vormen van solidariteit bent tegengekomen. Ik dacht dat wij hier waren om vragen te stellen en niet om te vragen. Mag dadelijk. Ja, dat klopt. Ik doe promotieonderzoek naar het belastingbeleid van de Europese Unie en dan met name hoe de Europese Unie al decennia probeert gezamenlijk de winsten van bedrijven te belasten. Dat gebeurt nu op basis van nationale wetgeving. En er zijn sinds de jaren 60 van de vorige eeuw ideeën om dat gezamenlijk in Europees verband te doen. Dat is niet geheel gelukt nog. Ja, en ik vind het idee van verplichte en vrijwillige solidariteit een interessante, omdat ik denk dat voor heel veel mensen hier in ieder geval belasting inderdaad voelt als een vorm van verplichte solidariteit. Maar dat we tegelijkertijd ook een probleem zien in de vorm van met name grote bedrijven en dan met name grote digitale bedrijven voor wie belasting betalen deels verworden is tot een vrijwillige solidariteit. En je ziet dat een aantal Europese landen, een aantal lidstaten van de Europese Unie
dat mogelijk maken. En als je dan kijkt naar hoe er onderhandeld wordt binnen de Europese Unie over belastingbeleid, dan zijn dat ook vaak de landen die dwars liggen in besluitvorming. Ja. Is dat een voldoende antwoord op jouw vraag? Nee, meer dan voldoende. Ja. Misschien dat je op dit gebied zelf een vraag zou willen stellen aan de heer Van Rompuy. Ja. Het was een van de vragen die ik had, voorbereid. Namelijk, als we dan nadenken over solidariteit. Het bestaan van deze, ik noem het belastingparadijzen. Je kan het ook laagbelaste jurisdicties noemen. Of aantrekkelijke bestemmingen voor bepaalde bedrijven of rijke individuen. Als we die Europese landen, dan heb ik het dus over ons eigen land, Nederland, maar ook Luxemburg, Ierland, Malta, Cyprus. Als we dan nadenken vanuit het perspectief van solidariteit, is dit iets, ziet u dit als een, in eerste instantie natuurlijk als een probleem. En in tweede instantie, wat zouden we daar als Europa of als Europese Unie aan kunnen of moeten doen? We gaan het niet over Nederland hebben, hè, want het moet leuk blijven. Hè, dus, maar, ik mag het wel zeggen, toch, als eigen inwoner. Liever dat jij het zegt. Vergeet niet dat, en dat weet jij zeker, maar ik zeg het ook voor degenen die dat minder goed volgen, fiscaliteit is nog voor in bijna de totaliteit een nationale bevoegdheid. En als er Europese belastingen komen, dan moet dat bij een beslissing zijn die unaniem is. En we hebben nu een goed voorbeeld. Voor de allereerste keer is er eigenlijk een doorbraak in het kader van het belasting van bedrijven. Het opleggen van een soort van minimale belasting, zodanig dat ook de digitale bedrijven in de Europese Unie moeten belastingen betalen, maar in het algemeen. En er is Hongarije dat op dit ogenblik nog dwars ligt. Voor de rest is bijna iedereen nu eigenlijk na jarenlange onderhandelingen het eens geworden om zo'n type van belasting in te voeren. Dat nog niet eens spectaculair is, maar die een vorm is van solidariteit, want iedereen moet bijdragen tot de kosten die, ja, die de pandemie, die de vluchtelingencrisis, die de oorlog en zo meer meebrengt. Hè. Zij spelen dat hard. Hè. Maar zij spelen dat hard om politieke redenen. Hè. Maar in de Unie zelf, en Hongarije behoort daar ook bij, zijn er een aantal landen, Ierland is daar ook bij, die heel lage belastingen hadden. Dat zijn geen fiscale paradijzen in de zin van met een geheime rekening en niemand die van iets weet. En als er dan een aantal journalisten in na jarenlang onderzoek, dan vinden ze dan toch iets, de Panama Papers en andere papers. Nee, daar gaat het niet om. Het zijn gewoon lage belastingen. Omdat die zeggen, voor ons is dat een manier om onze economie er bovenop te helpen. Dat was de Ierse filosofie, dat is ook de filosofie van een aantal landen, onder meer zoals Hongarije. Maar zoals je terecht insinueert, dat is eigenlijk bijna onverdraaglijk voor andere landen geworden. Omdat men dan ziet dat eigenlijk de kapitalen zich naar die landen bewegen. En zeker het Ierse voorbeeld is het meest spectaculaire. Ierland was in probleem gekomen in de crisis van de eurozone, maar is daar razendsnel uitgekomen. Razendsnel, en ik gun dat allemaal. Maar daar heeft het fiscaal statuut dat ze hebben, een hele lage 12% of 13% belastingvoet, heeft daartoe bijgedragen. En bovendien zijn zij ook altijd aantrekkelijk geweest voor Amerikaanse bedrijven, dat daar Engels wordt gesproken. En zij krijgen dan nog bovendien een toetje bovenop in het kader van een fiscaal cadeau. En dat heeft enorm geholpen. Dus dat is eigenlijk niet tegen tegen de filosofie van een gemeenschappelijke markt met gemeenschappelijke regels. Maar nu komt er het argument bij van de solidariteit. Mm-hmm. En dat heeft nu eigenlijk onder Franse stuwing, want de Fransen waren daar eigenlijk altijd voorstander van geweest, maar onder Franse stuwing is men bijna tot een akkoord als men de Hongaren, ik weet niet hoe ze dat zullen doen, de Hongaren kan over de streep trekken. Die zullen wel een hele sterke politieke en financiële prijs vragen. Dan is dat er eindelijk. Mm-hmm. Maar het is een zaak van de lidstaten. De Europese Unie zelf, dat is geen beest dat daar, of geen, niet in iets dat in de wolken leeft. Hè. Die leeft bij de gratie van de lidstaten. Als er niks gebeurt, dan is het omdat de lidstaten willen dat er niks gebeurt. En op belastingvlak is het nog duidelijker.
Omdat daar alle beslissingen unaniem moeten zijn. Dus als er één ontbreekt, gebeurt er niks. Gebeurt er niks. Dan mag de commissie alle mogelijke voorstellen voorstellen. Doen ze ook. Dat doen ze. Nou, al tientallen jaren ja. Bijna. Ik heb het nooit anders geweten. Met afkortingen waarvan ik zelf niet meer in staat ben van het allemaal correct te herhalen. Maar als de lidstaten niet willen, gebeurt er op het Europese vlak niks. En vindt u dat dat zou moeten veranderen? Dat we van die unanimiteit af moeten? Dat er een Europese belastingdienst zou moeten komen? Ja, ik vind dat persoonlijk. Maar ik weet uit een kleine ervaring die ik heb van 5 jaar... Ik zou me daar niet te veel energie in steken. Ja, ja, okay. Ik zou me niet te veel energie in steken en ik zou doen wat de Fransen gedaan hebben rond een bepaald concreet project. Er trachten te zorgen dat men allemaal eigenlijk akkoord is en dan kan men vooruit. Maar ik zou geen abstracte discussie openen over moet dat unaniem zijn of mag daar een gekwalificeerde meerderheid voor zijn. Dat verliest je van op voor en dan beginnen anderen dat tast aan onze nationale soevereiniteit aan. Als ze het zelf mee kunnen beslissen rondom bepaalde projecten, des te ja. Beter. Ja. Hm. Je wil nog een vraag stellen? Ja, nog een laatste korte vraag? Doe maar. Ik wou eigenlijk teruggrijpen op een ander onderwerp waar u net over hebt gesproken. Ja? Namelijk de coronacrisis. Want solidariteit is natuurlijk altijd makkelijk in goede tijden en een heel stuk moeilijker in tijden van crisis. En zoals u al zei, vergeleken met de eurozonecrisis kwam er heel snel het besef, er moet een Europese aanpak komen, want landen zijn verschillend getroffen. En ik vroeg me af, we hebben nu dus een fonds voor herstel en veerkracht. Mm-hmm. Daar zit ruim 700 miljard in. Dat wordt deels door leningen en deels door subsidies uitgekeerd aan lidstaten. En is dit vanuit uw perspectief van solidariteit, is dit voldoende? Had u het anders graag gezien? En ik ben dan ook benieuwd naar wat u vindt van de rol van wat ze dan noemen in het Engels de frugal states of in het Nederlands dan de zuinige staten, waarvan Nederland vaak voorop loopt, maar ook Oostenrijk of Denemarken. Wat u vindt van de opstelling van deze politieke leiders? Zijn we toch in Nederland? Dit is mijn laatste vraag over Nederland. Ik vind dat uw vertaling van de frugal eigenlijk sympathiek is, de zuinige. Ja? Dat is een andere vertaling, de gierige. Hè? Dus, ja, dat is natuurlijk veel beter. Ja. Ja. Ik weet niet of het beter is, ik zeg dat is een andere vertaling. Maar de covid-crisis is eigenlijk is een andere crisis dan de eurozone. In de eurozone kon je nog zeggen van het is uw eigen schuld. De Grieken, je hebt jarenlang boven u... Of Griekenland, want de arme Grieken, bij manier van spreken, die kunnen er ook niks aan doen dat zij slecht bestuurd zijn geweest gedurende jaren. Hè. Je moet dan gewoon ook even empathisch redeneren naar de bevolking en de mensen toe die dat allemaal hebben ondergaan in de periode dat er veel geld werd uitgegeven, maar ook in de periode dat er heel sterk bespaard is geweest. Maar dus coronacrisis, kom nog zeggen, het is voor een deel uw eigen verantwoordelijkheid, uw eigen schuld. In de coronacrisis, ja, je kunt een tirade tegen het virus openen of tegen de Chinezen, maar we zaten allemaal in dezelfde boot. En dat maakte eigenlijk het grote verschil. Dus een deel van het debat dat we in de eurozonecrisis hebben gehad, dat was voorbij. En dan is er iets speciaals gebeurd, dat Frankrijk en Duitsland toen nog president Macron en toen nog mevrouw Merkel de handen in elkaar hebben geslagen en gezegd hebben, we gaan een fonds oprichten voor het herlanceren van de Europese economie, die natuurlijk zwaar werd aangetast door de coronacrisis. En zij zeiden toen, we gaan daar 500 miljard giften in steken. En dat was natuurlijk een totale verrassing, ook voor de Nederlandse regering, die gewoonlijk toch kijkt naar de Duitsers, hè, die het vuile werk moeten doen, bij manier van spreken, om de harde lijn te houden en zo meer. Maar nu was Duitsland eigenlijk de meest gulle. Ik weet niet of dat in het Engels het tegenhanger van frugal is. Mijn Engels, ik vind dat zwak, generous. Hè. Maar daar is Duitsland zelf stelde zich helemaal aan de andere zijde op. Hè. En dat viel slecht bij een aantal landen die al maanden bezig waren, ook voor de covid-crisis, over het Europees budget. Dat veel te gul was. En
dat heeft zich vertaald in een bijzondere opstelling van Nederland. Finaal is het geen 500 miljard giften geworden, maar 390 miljard. En heeft men dan nog 250 miljard goedkope leningen aan toegevoegd. Elk land moest zo'n plan maken hoe dat ze dat geld gingen besteden. En het moest besteed worden minstens voor 40% aan het bestrijden van de klimaatveranderingen. Dus het heeft, en de Europese Commissie moest telkens land per land nakijken, sommige landen zijn nog niet helemaal klaar, of dat wel beantwoordt aan de oorspronkelijke doelstellingen. En dat is natuurlijk een hele andere benadering geweest dan in de eurozonecrisis. En een hele andere benadering geweest van Duitsland. En daar zat dus heel veel solidariteit in, want men heeft de landen die het hardst getroffen waren door COVID, ik heb daar straks Italië genoemd, wel, daar heeft men ook het meest gul voor geweest. En het is de vroegere Italiaanse premier Draghi die dat onderhandeld heeft. En iedereen kijkt nu toe of dat het gaat over een heel groot bedrag, ik geloof met de leningen bij, over bijna 200 miljard euro. Maar ik kan mij vergissen in het getal. Het is een heel in elk geval een indrukwekkend bedrag. En nu kijkt men naar de nieuwe Italiaanse premier Meloni, want die zegt, ja, ik ga dat heronderhandelen. Nou, onderhandelingen die al eindeloos hebben geduurd, waar Draghi al zijn diplomatiek talent heeft moeten voor gebruiken, opdat dat er zou komen. Nee, nu is het eigenlijk het moment om het uit te voeren. En het jammer is dat er aan het aantal gelden, ook niet alleen in Italië, maar elders, nog blijven liggen. Dat kan een wijs beleid zijn omdat men goede projecten moet hebben, maar het mag niet zijn dat men het niet gebruikt voor het doel dat er oorspronkelijk was voorzien, te zeggen het herlanceren van de economie. Ik wil eigenlijk het onderwerp wat doorschuiven naar een andere kwestie van solidariteit waar Italië ook een centrale rol speelt. En dat is in de kwestie van het migratierecht en de vluchtelingenstromen waar Europa ook mee te maken heeft. In uw praatje hoorde ik een aantal keer dat u, als het ging over de vluchtelingencrisis, dat u solidariteit vooral gebruikte in termen van solidariteit met landen die vluchtelingen opvangen. En niet zozeer over de solidariteit die we zouden moeten hebben met degenen die naar Europa vluchten. Ja. En we hebben een expert bij ons die onderzoek doet, Chris van der Pas, bij de faculteit rechtsgeleerdheid, naar migratierecht, Europees migratierecht. Dus ik zou jou willen vragen om vanuit dat perspectief het gesprek met de heer Van Rompuy. Ja, ik wilde eigenlijk op hetzelfde onderwerp teruggrijpen. Dus u noemde inderdaad de problemen aan de Europese grens en de hoge influx aan asielzoekers die de grenslanden in de Europese Unie waar ze mee te maken krijgen. En ik wil daar misschien nog wel iets aan toevoegen. Namelijk dat ik van mening ben dat de Europese de EU-regelgeving hieromheen niet echt solidair is eigenlijk. Omdat we in de Europese Unie hebben bepaald dat het land van binnenkomst, dat land verantwoordelijk is voor het regelen van de asielprocedure. Ja, wat de facto dus betekent dat asielzoekers die binnenkomen in Italië maar doorreizen, weer terug worden gestuurd naar Italië, omdat Italië daar verantwoordelijk voor is. En dan wil ik het niet heel gedetailleerd over het recht hebben, dat is ook helemaal niet zo interessant. Maar als het gaat om solidariteit, is dus misschien die regelgeving helemaal niet solidair. Maar hoe zou die er dan uit moeten zien? Want al jaren liggen alle EU-lidstaten in de clinch over hoe die nieuwe regelgeving, nieuw EU-recht rondom migratie eruit zou moeten zien. Ja, dus wat is uw visie daarop? Hoe moet dat vormgegeven worden? Want bijvoorbeeld ik ga het toch even over Nederland hebben. Maar in Nederland zijn we namelijk ook niet echt, staan we niet echt te springen. In ieder geval de regeringspartijen niet te springen om meer asielzoekers. Geen enkel land trouwens. Daar is Nederland niet uniek in. Jij kent dat veel beter dan ik. Ik heb dat straks ook al gezegd. Nu, die regels van een asielzoeker moet zich aanmelden en zijn aanvraag indienen in het land van aankomst, die regel is ingevoerd eigenlijk voor die grote migratiestromingen. Bij het scheppen eigenlijk van de Schengenzone. De Schengenzone die is nooit uitgedacht om het hoofd te bieden aan de toestand vandaag. Diegene die we spectaculair gekend hebben in 2015, 2016, met 1,5 miljoen mensen die op korte tijd uit het Midden-Oosten en het Verre Oosten kwamen.
Zoals de eurozone nooit was uitgedacht om het hoofd te bieden aan de grootste financiële crisis sinds de jaren 30. Hè. Je moet dat altijd zien op het ogenblik dat men eigenlijk die initiatieven genomen heeft. Hè. En natuurlijk eens dat men daar toch mee geconfronteerd is, ja, de regels zijn degene die gelden. Hè. En je hebt gelijk, hè, degene die in een bepaald land komen, en sommige landen die zijn daar meer vatbaar voor dan andere landen, ja, die dragen de last daarvan. Vandaar dat in de vluchtelingencrisis op een gegeven ogenblik de Europese Commissie, en ze heeft dat laten stemmen in de Raad van Ministers, een systeem heeft voorgesteld van verplichte solidariteit. Elk land moest een deel van de vluchtelingen, want toen waren dat veel vluchtelingen nog, moest die opnemen. Daar is een meerderheid voor gevonden, want dat moet niet unaniem beslist worden. Dat kan beslist worden met een speciale meerderheid, laten we zeggen een soort van 2/3 meerderheid, om het heel eenvoudig te zeggen. Maar eigenlijk is dat niet uitgevoerd. Een aantal landen weigerden dat uit te voeren. Bon. Men heeft zich achter Hongarije en Polen eigenlijk verborgen, maar het enthousiasme in vele andere, ook West-Europese landen, was niet groot. Hè. Dus dat aspect van het hervormen van de Schengenzone en dat iemand die zich aandient in dat land moet de procedure moet inzetten en als correlarium daarvan verplichte solidariteit, dat wordt soms door de Italianen zijn boos voor het ene en een ander land zijn boos voor de solidariteit. En dus dan is een poging ondernomen, en die is nog altijd lopende, van die regels te herzien. Maar als er één crisis is waar we eigenlijk niet uit zijn geraakt met gemeenschappelijke akkoorden, dan is het de vluchtelingencrisis. Het merkwaardige is nu wel dat we 4-5 miljoen Oekraïense vluchtelingen hebben en dat dat geen majeur maatschappelijk probleem stelt. Waarvan natuurlijk 3 miljoen, meer dan 3 miljoen in Polen alleen. Hè? Polen die geen 3000 vluchtelingen wou opnemen uit Syrië, Afghanistan en Irak, hè, ontvangt er nu 3 miljoen Oekraïners. Ik juich dat toe, hè, maar ik kan er niet naast kijken van te zeggen er is wel een verschil met het voorgaande. Hè. Wij hebben in België 60.000, ik weet niet wat in Nederland is, 60.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. We doen dat zo goed mogelijk. Met mensen thuis en in bepaalde dorpen die we aan het bouwen zijn, in bepaalde centra. Maar we weten ook uit ervaring, men stelt zijn hart open, maar voor hoe lang? Hè? We weten dat er grenzen zijn aan solidariteit. Dat weten we. Hè? Er zijn grenzen aan de manier waarop we ons landen kunnen openstellen. Er zijn grenzen ook aan de solidariteit. En dus dat evenwicht tussen die verschillende componenten, tussen solidariteit tussen de landen, mensen die naar hier zijn gekomen, verspreiden over de verschillende landen en het herzien van de regels, wat men noemt de Dublin-regels, dat hebben wij nog niet gevonden. De commissaris spant zich in. Ik heb hem al verschillende keren bezig gehoord met allerhande ingenieuze formules dat de solidariteit ook financieel kan zijn, dat je moet betalen, dat je niet noodzakelijk mensen moet opnemen enzovoort. Maar hij heeft dat evenwicht nog niet gevonden. We moeten ons natuurlijk wel haasten, hè? Want onze grenzen zijn broos en fragiel. Hè? Als er niemand binnenkomt, moet er niet meer solidair zijn, want dan komt er niemand niet binnen. Hè? Het enige waar men in Europa op dit ogenblik het echt eens over is, is van het zo goed mogelijk afsluiten van de grenzen. Vandaar dat we het akkoord met Turkije hebben gehad, dat eigenlijk nog redelijk functioneert, zelfs tot op de dag van vandaag. Een akkoord met Libië, waarvan niemand goed weet wat er eigenlijk mee overeen is gekomen. Maar dat ook nog redelijk functioneert. Maar er zijn nog andere. Hè, met Spanje heeft een apart akkoord gesloten met Marokko. Hè. Dus eigenlijk, we zijn het over niks eens, behalve dat de grenzen beter moeten beschermd worden. Maar daar hebben we ook veel tijd laten verloren gaan. Hè. We hebben nu een Europees agentschap dat jij kent. Je kent dat veel beter dan ik, Frontex. Hè. Wat voeten in de aarde heeft niet gehad om daar 10.000 man voor te vinden. En ze zijn er nog niet allemaal. Hè. Ze zijn er nog niet allemaal. Maar wij weten dat Frontex-agentschap dat voor de bewaking van de grenzen moet instaan, dat nog veel beter moet bemand zijn.
en een nog groter mandaat moet hebben. Maar dus voor het ontradende gedeelte, van zodanig dat er minder mensen naar hier binnenkomen, daar vindt men een makkelijker consensus over dan eens dat de mensen hier op het Europese grondgebied zijn. Ja, daar wil ik misschien wel op inhaken, want ik zie dat ook, dat die ontwikkeling die u schetst, dus de Europese lidstaten zijn het heel erg eens over, ja, we noemen dat dan het externaliseren van migratiebeleid, dus de grenzen van Europa eigenlijk steeds verder buiten de Europese Unie proberen te leggen, dus migratie binnen het Afrikaanse continent aan banden proberen te leggen door bijvoorbeeld ontwikkelingshulp afhankelijk te maken van, dat landen migratie stoppen, mm-hmm. dat Niger, dat Senegal, dat die mensen tegenhouden aan hun grenzen, zodat die mensen niet eens in Libië kunnen geraken. Daar is dus veel solidariteit. Polen en Hongarije doen daar ook bijvoorbeeld erg optimistisch aan mee. Er wordt ook wel gezegd dat zij daardoor proberen andere problemen een beetje te verbloemen, door juist hier heel erg goed mee te doen. Maar mijn vraag is dan een beetje, moet solidariteit dan boven alles gaan? Want dit zorgt voor problemen op het Afrikaanse continent, waar ook eigenlijk een vrij reizenzone is, evenals het Schengengebied dat wij hier hebben. En de Europese Unie probeert daar nu grenswachten te plaatsen, Frontex, waar u het over heeft, die is ook actief in Afrika. En ja, ik vind daar persoonlijk wel wat van, maar ook in het kader van mensenrechten is daar heel veel voor te zeggen. Dus moet solidariteit dan echt boven alles gaan? Moeten we dan maar toejuichen dat de Europese lidstaten in ieder geval hier consensus over kunnen vinden? Ik zou dat geen solidariteit noemen, wat dat Frontex doet. Ik zou dat eerder noemen het bewaken van de externe grenzen. Solidariteit is eigenlijk het verdelen, ik vind het een verschrikkelijk woord, want het gaat over mensen, van mensen die hier op ons grondgebied zijn, over de verschillende lidstaten, zeker als het gaat over vluchtelingen. En of waar dat iedereen bijdraagt, degene die geen vluchtelingen wil opnemen, financieel bijdraagt tot de kosten die andere landen dragen. Ik zou hier het onderscheid willen maken tussen externe bewaking van de grenzen en solidariteit. Dat zijn twee verschillende begrippen. Ja, een aantal landen zijn een beetje radeloos. Hè. Weet wat in Groot-Brittannië, daar hebben ze zelfs een asielcentrum opgericht, denk ik, in Rwanda. Hè. Dan worden de mensen daar van Londen of van Lancashire of van de Yorkshire althans, dat was de bedoeling, hè, naar Kigali gezonden om daar eigenlijk de procedure te ondergaan. Er zijn ideeën geweest, ook in de Europese Unie, die het op niks hebben geleid, hè, van in Noord-Afrika zones te creëren waar dat eigenlijk de asielprocedure zou moeten doorlopen worden en zo meer. Er is natuurlijk in onze, moet ik niet hier zeggen, maar dat is ook bij ons in Vlaanderen het geval, weet je. Er is een vrees bij velen van eigenlijk in een samenleving terecht te komen waar men zich minder thuis in voelt. Ik druk mij zo voorzichtig mogelijk uit. En dus er is een zekere migratiefobie aan het groeien. En die... Ja, men schrikt daar ook niet meer terug voor allerhande middelen te gebruiken om dat waar te maken. Zelfs schendingen van het humanitaire recht. Frontex is zelfs beschuldigd van schendingen van het humanitaire recht, waar dat wij gewoonlijk zeggen, wij zijn de kampioenen van de Union of Values. Hè. Dus daar is een soort van radeloosheid die zich meester maakt, niet van individuele landen, maar ook van de Unie als een geheel, ook onder stuwing van een groot deel van de publieke opinie, van... Hoe kunnen we in godsnaam die grenzen beter beschermen? En dan zijn we op het punt van dat alle middelen daarvoor goed zijn. Nu, langs de andere kant mag ik toch één ding zeggen. Wij staan natuurlijk voor de volgende decennia, ik zal het zelf niet meer meemaken, wel voor een gigantisch probleem. Langs de ene zijde is het oude Europese continent eigenlijk aan het uitsterven bijna. We zijn niet de enige. China heeft hetzelfde probleem, Japan heeft hetzelfde probleem, niet de Verenigde Staten. In sommige landen, Italië, Spanje, voor het einde van deze eeuw gaat de bevolking met ongeveer 1/3 verminderen. Stelt enorme problemen. De Groot-Brittannië vandaag met de Brexit ervaart dat nu voor de eerste keer. Zij kan geen beroep meer doen
op die honderdduizenden mensen die niet eens uit het Nabije Oosten kwamen, maar van de Europese Unie kwamen. Ik weet niet of het er nu zijn, maar op een gegeven moment waren er 800, 900.000 Polen die woonden in Groot-Brittannië. Als gevolg van de COVID, als gevolg van een totaal gebrek aan verzorgend personeel, heeft men vandaag de National Health Service een wachtlijst van 52 weken voor 400.000 mensen voor operaties, terwijl dat getal, die 400.000, 1600 was voor COVID, voor in 2016. En dus men ziet voor welke gigantische problemen wij komen te staan. Gigantisch. Hè? En hoe vangen we dat dan? Hoe vangen we dat dan op? Op dit ogenblik, ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar in België, we spreken over recessie, maar er is een arbeidsschaarste in vrijwel alle sectoren. Alle sectoren. Ik ken geen sector die het niet heeft. En dan het andere extreem is dat we op het Afrikaanse continent staan voor een explosie van de bevolking. Zij zijn nu met 1 miljard 2. Ik heb statistieken van de Europese Unie gezien en ik weet wel, voor demografie moet men altijd voorzichtig zijn, maar die kunnen gaan tot 4 miljard mensen op het einde van de eeuw. En dat zijn onze buren. Die wonen vlak bij ons. Alleen de Middellandse Zee scheidt of verbindt ons. Hè. Dus wij staan nog voor enorme uitdagingen. En je weet, als men dat tegenwoordig zegt, het is een challenge, dat wil zeggen, het is een probleem. Een groot probleem. Dan noemt men dat, het is een uitdaging. Het is een uitdaging. Maar ik gebruik bewust dat woord om het leuk te houden. Ja. Ik wil eigenlijk vanuit die uitdaging terug naar de oorsprong van de Unie, de oorsprong van Europa. We hebben hier ook als een van de experts Joost Roosendaal zitten, historicus van onze universiteit. Wat was precies die rol van solidariteit? De heer Van Rompuy heeft er al kort aan gerefereerd in zijn verhaal. Van solidariteit in de totstandkoming van Europa. Ja, Van Rompuy die sprak er al over. Eigenlijk is Europa en de Europese samenwerking geboren uit oorlogen. De Tweede Wereldoorlog, daarna wist men dit moet niet meer gebeuren. In eerste instantie waren het een aantal klein groep landen, met name Frankrijk en Duitsland, die zeiden, we hebben nu drie grote oorlogen met elkaar gevoerd. Dit moet niet meer gebeuren. En we gaan op gebied van kolen en staal gaan wij samenwerken. En dat is het eerste samenwerkingsverband geweest. Nou, tijdens de Koude Oorlog zien we dat die onderlinge solidariteit in West-Europa sterk gegroeid is. En dat werd ook dat Europese project was vooral ook een project wat ook en dat werd al even gerefereerd, de economie was een middel. Het doel was eigenlijk die gemeenschappelijkheid en die gevoel van dat Europese culturele eenheidsgevoel. Er waren, ik kan me dat nog herinneren, uit het eigen plaatsje waar ik vandaan kom, allerlei uitwisselingsprogramma's tussen steden en dorpen in Europa. Je had een jumelage. Nou, volgens mij zijn er nog wel heel veel bordjes met jumelage, maar in de praktijk, in hoeverre dat dan tot persoonlijke uitwisselingen tussen landen leidt en elkaar leren kennen leidt, dat is, via de universiteit hebben we het Erasmus-programma natuurlijk. Studenten kunnen het gelukkig wel, maar je ziet het op lokaal niveau minder gebeuren. Maar dat Europa in de Koude Oorlog, er waren drie dictaturen binnen Europa die ten val kwamen. Spanje, Portugal, Griekenland. We hebben ze heel snel opgenomen in Europa en door de democratische osmose, zou je kunnen zeggen, zijn deze landen vrij probleemloos, zou ik haast zeggen, geassimileerd met een democratisch stelsel. En beschouwen wij nu deze landen niet meer als voormalige dictaturen, terwijl dat ze dat nog in de jaren 70 waren. Dan krijgen we die val van die muur. Dat zorgde voor een totale verandering. Want die hele vijandbeeldconstructie, wat die West-Europese solidariteit gevoed had, dat waren we kwijt. En het kapitalisme leek te overwinnen. Er was één iemand in Rome, de paus, Johannes Paulus II, die zei van, wacht, het betekent niet dat het kapitalisme overwonnen heeft nu het communisme gevallen is. En we zien dat dan eigenlijk een neoliberaal
denken de overmacht neemt, ook in Europa. Het idee van dat het allemaal vanuit een idealistisch perspectief is, wordt eigenlijk tot een markteconomisch perspectief geworden. Daar is Europa toe geworden. In de jaren 90 zien we privatisering, centralisering van op allerlei niveau, nutsbedrijven die geprivatiseerd werden, banken die een enorme macht kregen. En toen u aantrad als president, toen was het zo dat we net in 2008 de bankencrisis hadden, de kredietcrisis, waar eigenlijk ook de grenzen bleken van die economische groei die er alsmaar was. Ook het idee en het concept, en ja, ik hoorde u net dat verhaal houden, en toen dacht ik van, ja, ik hoor hier alsmaar economie, economie, economie. Ik hoor allemaal financiële aspecten. Waar is het idealisme van Europa als een, ja, als een eenheid, als een solidair land, als een solidair gebied? Waar is de cultuur? Want dat is eigenlijk waar ik eigenlijk mijn vraag eigenlijk over gaat. Hoe gaan we om met cultuur in Europa? En hoe gaan we met culturele diversiteit met name in Europa om? Taaldiversiteit. Laten we Spanje maar Catalonië ondergeschikt maken. Want Spanje willen we toch als makker binnen Europa houden. Ik weet dat er in België veel sympathie bestaat voor Catalonië. In Vlaanderen. In Vlaanderen. Oké, België. Ja. maar hoe zouden we die culturele diversiteit in Europa kunnen garanderen? Hoe kunnen we daar voor zorgen en moeten we die garanderen? Ik denk ook aan universiteiten waar Engels steeds vaker de taal wordt. Natuurlijk, binnen Europa is Engels nog steeds de lingua franca. Zelfs na Brexit en Ierland en Malta zijn de enige twee landen nog waar het een officiële taal is. Maar toch, het Engels blijft de lingua franca. Hoe moeten we hiermee omgaan? En hoe moeten we daar dus ook met die culturele diversiteit, als ik kijk naar andere landen? Denk even aan Polen en Hongarije. Zie je dat dat juist net een enorm probleem geeft. De Hongaarse trots, die zeggen wij als cultuur, die is zo belangrijk, die cultuur. En andere landen, en dan kijk ik iets verder, zitten in die wachtkamer van Europa en die zeggen van, wij willen bij Europa horen. Georgië. Heel veel Nederlanders zullen denken van, Georgië, maar dat ligt toch helemaal niet in Europa. Dat het een christelijke cultuur heeft die nauw met Europa verbonden is, dat is dan historisch gezien waar, maar dat zullen veel Nederlanders niet weten. Hoe moeten we daarmee omgaan? Dat is een complexe. En om de beantwoording nog complexer te maken, ga ik u vragen om kort en bondig op deze vierledige vraag te antwoorden. Ik weet eigenlijk zeker dat je de vorige keren niet kort en bondig nu, als ik u bezig hoorde over Erasmus-programma's, mijn eerste contact met Europeanen was als ik 16 jaar was. Ik zal u onmiddellijk de link met vandaag geven. Ik kom uit een jezuïetencollege en de jezuïeten van mijn college in Brussel die organiseerde elk jaar met een 10 per college een reis. En dus ze gingen ervan uit, als je samen op reis bent geweest, dan na de reis ben je dan andere mensen. Wat dat waar is. Wat dat waar is. Een van de colleges was een college uit Nijmegen, het Canisius College. Ik ben er nooit geweest, maar ik zie nog de mensen voor mij en de jongens voor mij, want het waren alleen jongens, dat was in de periode waarin het nog niet het gemengde onderwijs was. Dus daarmee dat ik altijd wat verlegen ben gebleven. Wij hebben samen een reis gemaakt en we zijn daaruit gekomen eigenlijk als Europeers. En het is eigenlijk een weldaad dat dat Erasmus-programma, waar dan niet een tiental, maar miljoenen jonge mensen, en hopelijk niet alleen uit het universitair onderwijs, maar uit het hoger onderwijs, we gaan het nu ook over het beroepsonderwijs, programma's opzetten, kennis kunnen maken met mensen die tot dezelfde groep behoren, de Europese Unie, maar natuurlijk die behoort tot een andere cultuur. Hè. En een van de kenmerken is natuurlijk van Europa dat wij 24 talen spreken. 24.
alle documenten in de Europese Unie worden in 24 talen, althans de officiële documenten, opgemaakt. Uit respect voor elk zijn taal. En in Amerika is dat één taal. In China is dat hoogstwaarschijnlijk ook alleen maar het Mandarijns. In de meeste landen streven naar één taal. En als er andere minderheden zijn, dan worden die heel voorzichtig en soms heel brutaal weggedrukt. Wij behandelen alle culturen op voet van gelijkheid. Er is niemand dominerend. Ik moet oppassen, want ik moet kort zijn. maar in de Europese Unie, als ik de Europese Raad voorzat... Mevrouw Merkel sprak Duits. Elke spreekt de taal die zijn eigen taal. De taal die hij kiest trouwens. Ik heb niet zoveel Nederlands gehoord, maar dat is een ander debat. Maar zij spreekt Duits. Wie verstaat er Duits? De Luxemburger? De Nederlander? De Oostenrijker? En als het de Belg en Vlaming is, van een vorige generatie, dan verstaat hij Duits. Maar dat is alles, hè? Dat is de machtigste persoon in de Europese Raad. Werd, als ze spreekt, door 4 mensen verstaan. De rest moet naar zijn ding grijpen. Ik ga niet per taal... Maar Frans is nog erger, hè? Daar is het ook de Luxemburger. Daar is het ook de Belg, want daar staan we allen twee. En dat was Berlusconi, die verstond Frans. Maar daarmee is het ook gedaan. Daarmee is het ook gedaan. Dus eigenlijk, wij zitten daar eigenlijk op vrij voet van gelijkheid. En dat is vrij uniek, dat men dus al die culturen eigenlijk blijvend respecteert in hun eigenheid. En dat moet ook zo blijven. Dat moet ook zo blijven. En daar moet geen, ik vind niet dat we moeten proberen van symbiose te hebben of van wat een gemeenschappelijke taal. We hebben het ene keer gedaan voor het indienen van een brevet in de Europese Unie. Kunnen maar 4 of 5 talen gebruiken. En daar was bij mij, als mijn herinnering, het Spaans niet bij. Het was een drama. En ik versta ze voor een deel, maar hier was iedereen zegt, kijk, die dossiers die zijn zo dik. En dat moet vlug gaan. Als we die moeten in 24 talen vertalen. En dat was bijna het gezond verstand zelf. Maar in de meeste van de gevallen is dat niet het zo. U spreekt uw eigen taal, u komt uit voor uw eigen identiteit. En natuurlijk zijn wij allemaal verschillend. De protestantse wereld, ik heb het niet in de godsdienstige zin van het woord, maar de protestantse cultuur is anders dan de katholieke wereld. En de orthodoxen zijn nog helemaal anders. En we hebben in een aantal van onze landen ook een grote minderheid die tot de islam behoort. Hè. Maar ik heb het over de klassieke culturen. Die allemaal uit dezelfde oorsprong kwamen. Maar er zijn grote culturele verschillen. Zelfs de verschillen tussen Vlaanderen en tussen Nederland. We spreken dezelfde taal. Maar helemaal dezelfde zijn we ook niet. Hè. En gelukkig maar. Hè. Dus, maar hetzelfde is tussen de orthodoxen, de Grieken, de Roemenen, de Bulgaren, de Cyprioten. Als je daar komt... Dit is een andere wereld voor een deel. Gemeenschappelijke dingen, maar ook grote verschillen. En we moeten die houden en we moeten die zelfs koesteren. Hè? Onderwijsbeleid is natuurlijk een enorme bevoegdheid voor de deelstaten, voor de lidstaten. In mijn land voor de deelstaten zelfs. Hè? In Duitsland is dat ook het geval. Maar waar we kunnen, moeten we samenwerken. Ik heb daar straks met de rector nog over gehad. Met al die groeperingen, die clusters die nu van universiteiten zijn, en die ze allemaal als heel verrijkend beschouwen. Daar natuurlijk, de bedoeling is ook van dat daar ook iets uit voortvloeit, hè, bij manier van spreken, immaterieel, niet alleen in termen van research, maar ook gewoon een verrijking door, hè, op het niveau van professoren, op het niveau van studenten. En voor velen is dat een ontdekking, want elk zit toch maar in zijn eigen ding, leest wel artikels vanuit de vreemde, maar heeft eigenlijk met mensen zelf veel te weinig te maken. Dus ik zou onze diversiteit koesteren. Ik zou nog meer uitwisselingen hebben op het vlak van toerisme is al zo, op het vlak van studenten, van scholieren, van universiteiten, van bedrijven. En dat gaat ons nog meer het gevoel geven van een gemeenschappelijke lotsbestemming. Want dat woord, ik heb niet alleen over economie gesproken, dat woord heb ik ook gebruikt. A common destiny. Hè. Ja. En soms zou ik ook vragen dat daar wat meer enthousiasme nog over was. Dat weet ik. Maar u weet hoe dat gaat. Een nieuw idee, dat wekt altijd meer enthousiasme. En daarna
daarna mindert dat. Sommigen hebben dat vergeleken met een huwelijk. Mijn vrouw is er niet, dus stop met die beeldspraak. Twee kleine... Maar even nog, want Georgië had ik het nog even over. En Oekraïne is denk ik een heel belangrijk aspect. Oekraïne wil lid worden van de Europese Unie. Zou Rusland ook op termijn lid van de Europese Unie? Nee, dus de vraag is terecht. Rusland wil dat zelf niet. Moet dan zelf de vraag niet stellen. We willen dat zelf niet. En natuurlijk, nu zitten we in ultranationalisme die zelf tot oorlog heeft geleid. Maar zelfs een normaal Rusland heeft een geschiedenis, heeft een mindset, een cultuur, die daar eigenlijk, denk ik, niet geschikt voor is. Maar dat zal uw eigen beslissing zijn. Hè? Ik zie nog niet een opvolger van Poetin, want hij zal een opvolger hebben, hè? Hoe eerder, hoe liever, zeg ik. Maar hij zal een opvolger hebben. Ik zie hem nog niet zitten in het koor van de 28 landen van de Europese Unie en zijn vinger opsteken om te vragen dat hij het woord mag nemen. Blijven spanningen in Europa houden? Ja, maar het huidige Rusland is niet eeuwig. Is niet eeuwig. Er zijn zoveel dingen die kunnen gebeuren waar wij geen enkel vermoeden van hebben. We hebben daar straks nog gezegd onder elkaar. Wie had er ooit gedacht dat wij zouden zien... Ik heb het daar straks in dit gesprek al gezegd, maar ik ga het nog eens herhalen, omdat het zo fundamenteel is. We hadden nooit gedacht dat wij het einde van de Sovjet-Unie zouden zien, het einde van het communisme in Europa. Al die traditionele Europese landen in Oost-Europa, die echt behoren tot de Europese cultuur, hè, dat die terug tot onze club zouden behoren. Dus wat de toekomst van Rusland is, na de oorlog... Niemand weet het. Niemand weet het. Het kan een catastrofe zijn en het kan ook een totaal nieuw Rusland zijn. Een totaal nieuw Rusland waar we wel vriendschappelijker betrekkingen mee kunnen hebben. Niemand is meester van de toekomst. Niemand is meester van de geschiedenis.